Even kijken. Ja. Ja, hij staat toch aan? Heeft iedereen een plek gevonden? Iedereen heeft een blaadje met zo'n Twitter-vogeltje erop. Een pen inmiddels van Ludolf gekregen. Nou, volgens mij zijn we er dan helemaal klaar voor. Ja? Oké. Okay. Kleine lettertjes. Ben ik zo voor iedereen duidelijk verstaanbaar? Te hard? Te zacht? Goed? Nou, ik zie geen rare gezichten, dus volgens mij gaat het goed zo. Dan wil ik jullie allemaal een hele goede morgen wensen hier op het eiland van Marken. Best een hele reis hier naartoe. Volgens mij zullen er best wel wat mensen zijn die nog nooit zijn geweest. Ik vond het in ieder geval prachtig onderweg met al dat ijs langs de randen en wat over zeg maar, de steenbestorting was bevroren. Echt heel mooi. Maar ik wil jullie in ieder geval welkom heten op deze tweede dag van de Delta Proefweek. Vorige week is er al een dag over klimaatadaptatie geweest. En vandaag staat Rijk met je Dijk op het programma. Morgen volgt nog meerlaagse veiligheid en vervolgens nog zoet water. En over de laatste dag vertel ik zo meteen nog even wat meer. En dit kennisprogramma, Delta Proof van de STOA, dat is in 2010 in het leven geroepen door de waterschappen om zeg maar, nieuwe kennis en perspectief te ontwikkelen voor een klimaatbestendig regionaal watersysteem. Mijn naam is Sandra Vrijkin. Ik ben senior beleidsmedewerker bij de provincie Zuid-Holland en ik mag vandaag uw dagvoorzitter zijn. Waarom deze dag of waarom deze week? Het kennisprogramma van de STOA is eigenlijk halverwege ongeveer. En de resultaten van de onderzoeken die hierin afspelen, die worden inmiddels zichtbaar. En er zijn ook handelingsperspectieven die zich daarbij aftekenen. En op deze dag van de Delta Proefweek wordt jullie inzicht geboden hoe het staat met het onderzoek op het gebied van veen. Dus veen in en onder een kade. En daarnaast ook meer over de multifunctionaliteit van dijken. De dijken zijn afgelopen jaren een belangrijk onderwerp geweest voor onderzoek. En dat is niet voor niets. Want de dijken staan onder druk. Aan de ene kant vanwege klimaatverandering. Aan de andere kant omdat er heel veel mensen zijn die van alles willen in, op, aan, onder die dijken. En meer kennis over deze onderwerpen biedt ook weer meer handelingsperspectieven. En daar gaat het om. Het onderzoek heeft namelijk onder andere laten zien dat veendijken eigenlijk best heel sterk zijn. Maar we willen nog meer antwoorden hebben van wanneer bezwijkt zo'n dijk nou eigenlijk? En hoe sterk is dat veen nu? En kunnen functies aan die dijk gecombineerd worden? En wat betekent dit voor de praktijk? Nou, vandaag komen deze onderwerpen aan bod. En dat doen we niet zomaar. Want ik zei net al even over de laatste dag ga ik nog wat zeggen. Aankomende vrijdag, 15 maart, komen de opbrengsten van de afgelopen week, van de Delta Proefweek, samen bij een dag waarmee zeg maar, de bestuurders met elkaar in discussie gaan. Dus de opbrengsten van deze afgelopen dagen, van deze gehele week, zullen daar worden bediscussieerd. Dus het is belangrijk dat we vandaag de essenties uit de verhalen halen. Wat willen we meegeven aan de bestuurders, aan je eigen bestuurders, om ervoor te zorgen dat meer onderzoek wordt gedaan of dat het een andere richting opgaan of dat bepaalde zaken gecombineerd worden, noem maar op. Daarom hebben jullie ook een papiertje op je stoel gevonden en een pen. Daarop kun je die gedachten die je tijdens de presentaties krijgt opschrijven. En het is de bedoeling dat we aan het eind van de ochtend al die formulieren innemen. Dus schroom niet om daar je ideeën op kwijt
te schrijven, in ieder geval. Ik neem jullie nog even kort mee door het programma. De ochtend staat voornamelijk in het teken van Veen, zoals jullie kunnen zien. Om 10:45 hebben we een korte pauze van een half uur. In het tweede deel van de ochtend beginnen we ook nog met een Veen-item. En vervolgens gaan we over de multifunctionele dijken het een en ander te horen krijgen. En dan aan het eind van de ochtend, rond 12:45, begint de lunch. En vervolgens voor de middag, er zullen misschien wat mensen weggaan naar de ochtend. Maar voor de mensen die ook vanmiddag met het veldbezoek meegaan, die worden om 13:30 in de bus verwacht. Nou weet ik niet waar die bus dan staat, Ludolf. Die staat op de parkeerplek. Dus om 13:30 bij de bus op de parkeerplek. En vanmiddag gaan we dus langs een aantal kaden rondrijden. Veenkade, regionale keringen. Primaire kering waarschijnlijk nog. Ja, nou het is een verrassing. En het is de bedoeling dat we aan het einde van die veldrit de opbrengsten van de dag nog even voor jullie samenvatten. Dus volgens mij, zijn daar nog vragen over? Dat gaat allemaal goed.